Mevrouw de voorzitter, Nederland gaat gelukkig voor een deel van het slot en dat is goed nieuws. Eindelijk kunnen we weer op familiebezoek, een dagje uit en wat meer van het leven genieten. En dat hebben we inderdaad vooral te danken aan al die Nederlanders die de afgelopen maanden hebben moeten afzien in coronatijd. Maar er is niet alleen maar positief nieuws. Door alle genomen maatregelen, terecht of onterecht, zijn er nog steeds vele bedrijven gedwongen gesloten, loopt de werkloosheid gigantisch op en krijgt onze economie een forse dreun. De corona-aanpak blijft ons leven beheersen en onze vrijheid beperken. En nog steeds is het zo dat als je onvoldoende afstand van elkaar houdt, je een boete en een strafblad krijgt, je niet zomaar met het openbaar vervoer kan en een bezoek aan de sportschool er bijvoorbeeld nog steeds niet in zit. En voorzitter, we hadden onze vrijheden al veel eerder kunnen terugkrijgen. Als het kabinet eerder een korte lockdown had afgekondigd met breed testen, dan waren we nu al veel verder geweest in de bestrijding van het virus. Dan hadden burgers hun vrijheden allang teruggehad. Dan hadden ondernemers hun bedrijven allang opnieuw kunnen opstarten. En dan heb ik het nog niet eens over het aantal geïnfecteerden en doden dat we dan ook minder hadden gehad. Kijk bijvoorbeeld naar een land als Slowakije. Trad direct op en deed wat nodig was. Resultaat: 28 doden op 5,5 miljoen inwoners. Voor Nederland zouden dat 29 doden zijn in plaats van de duizenden doden die we nu te betreuren hebben. Nederland staat bovenaan als het gaat om het aantal doden in Europa. Voorzitter, nog steeds heeft het kabinet haar zaakjes niet op orde. 60% van de zorgmedewerkers in verpleeghuizen en de thuiszorg hebben na 3 maanden crisis nog steeds geen beschermingsmiddelen zoals mondkapjes. Wat een totale wanprestatie. Hoe is dat in hemelsnaam mogelijk? En als geld, mevrouw de voorzitter, het probleem is, dan vind ik dat het ministerie ze moet gaan betalen, want de gezondheid van zorgmedewerkers en hun cliënten is het enige dat telt. En voorzitter, nog steeds, het is ongelooflijk, maar nog steeds wordt er veel te weinig getest. Nederland bungelt in internationaal perspectief ergens onderaan als het gaat om het aantal testen. En het kabinet belooft nu voor de 10e keer beterschap. In juni zou iedereen met klachten kunnen worden getest. En ik hoop het, voorzitter. Maar het adagium geldt inmiddels: eerst zien, dan geloven. Voorzitter, dan het nieuwe normaal. De 1,5 meter samenleving. Wat een verschrikkelijk concept is dat. En uit onderzoeken blijkt dat het risico op besmetting vooral in binnenruimtes aanwezig is. Het is dus ook verstandig dat er voor binnenruimtes, zoals winkels en treinen, maatregelen gelden, zoals bijvoorbeeld afstand houden of mondkapjes. Maar voor de buitenruimte is dat echt anders. Uit Amerikaanse, Japanse, Chinese onderzoeken blijkt dat de kans op coronabesmettingen buiten echt vele malen kleiner is dan binnen. 1 onderzoek, mevrouw de voorzitter, de heer Van Dissel refereerde daar ook aan vanmorgen. 1 onderzoek toonde zelfs aan dat slechts 2 van de 7.324 coronabesmettingen buiten plaatsvond. Dat is 0,03%. Buiten werden zo ongeveer niemand besmet. Maar als een Nederlands gezin morgen naar een terras op het strand wil, dan mag dat niet. En als, en dit is echt gebeurd, een autistische jongen in Leiden per ongeluk 1 meter en 28 centimeter van zijn vriendje op een muurtje zit in plaats van op 1,50 meter, dan krijgt hij 95 euro boete. Waanzin, voorzitter. Buitenproportionele waanzin. Is dit dan het nieuwe normaal? Mevrouw de voorzitter, die 1,5 meter samenleving als het nieuwe normaal in de buitenruimte is totaal onnodig en overdreven. En daar zijn 2 redenen voor. De eerste is dat de kans om buiten besmet te raken veel kleiner is dan binnen. En de tweede is dat natuurlijk iedereen die ziek is of klachten heeft, thuis moet blijven. Heel verstandig. En tenslotte, voorzitter, morgen wordt het prachtig weer. Dus mijn oproep aan de minister-president is: wacht niet tot na Pinksteren. Open die terrassen nu meteen en geef mensen in de buitenruimtes, geef Nederland buiten haar vrijheid terug. Dank u wel.